Nederland heeft gesproken en die hebben zich massaal uitgesproken tegen dit kabinet. En als het bij één van de vier coalitiepartijen gaat piepen en kraken, dan kan het bouwwerk snel in elkaar storten. Hoe kijk je naar de verkiezingsuitslag? Ja, heel het land heeft natuurlijk op de BBB gestemd. Nou ja, je hoopt natuurlijk als campagneleider altijd dat je een enorme landslide haalt. Dat is niet gelukt bij ons. We hebben inderdaad een verlies geleden, dat is nooit leuk. Kijk, ik denk vooral dat dit wel echt een signaal is aan Den Haag. Dus ja, dat is wel iets om over na te denken. Hadden jullie hier niet al veel eerder over moeten nadenken? Als je het zeg maar hebt over de toeslagenaffaire, Groningen, dat soort dingen? Ja, maar jij vult nu in wat het zou kunnen zijn. Voor mij zit dit sentiment veel dieper. Als het gaat om zeg maar, de hele gevestigde orde in Den Haag. Ja. Ja, als ik dat had geweten voor de campagne, had ik wel iets aan gedaan tijdens de campagne. Ja, Jasper, wanneer gaat het kabinet vallen, denk je? Ja, dat is de million dollar question. We hebben vanavond iets met het CDA, geloof ik. Iets met zo'n deur. Er is een vergadering over de houdbaarheid van die partij. En als het bij één van de vier coalitiepartijen gaat piepen en kraken, dan kan het bouwwerk snel in elkaar storten. Wieberende verkiezingsuitslag, voor sommigen slecht nieuws, voor jou. En voor anderen goed nieuws, namelijk voor de BBB. Maar voor de coalitiepartijen ook minder goed nieuws, hè? Hoe kijk je naar deze verkiezingsuitslag? Nou ja, BBB heeft fantastisch gedaan. Caroline heeft keihard gewerkt en loon naar werken gekregen. Nederland heeft gesproken en die hebben zich massaal uitgesproken tegen dit kabinet, dus dat is goed nieuws. Stikstof, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Het CDA wil daar nu ook een beetje water bij de wijn gaan doen. D66 wil graag vasthouden, dat is niet heel erg gunstig voor de coalitie, toch? Nee, en daarom vind ik het ook allebei niet verstandig wat ze doen. Om gelijk één dag na de verkiezingen al gelijk te gaan roepen, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. Volgens mij is het veel verstandiger om even te blijven ademhalen. Gewoon eens even te luisteren, eens even een kop koffie te drinken met Caroline. Voor mij heeft Mark dat net gedaan. En gewoon eens even te gaan praten van, het land moet uiteindelijk wel bestuurd worden. Volgens mij wil BBB dat ook. En gewoon eens even te luisteren van, wat is er nou aan de hand? Hi Caroline, ik begreep daarnet van Thierry Aartsen dat je net met Rutte een kopje koffie hebt gedaan. We hebben geluncht, ja. Hoe ging dat? Ja, dat ging best goed. Ja. Ja. Wanneer gaat het kabinet, denk je, vallen? Oh, dat heb ik al eerder gezegd. Denk ik voor het eind van het jaar verkiezingen hebben. Ja. Hoe kijk je ernaar dat CDA en D66 nu zo'n ontzettende hijs maken rondom stikstof? Toch de reden of een van de grootste redenen dat ze jou op jou hebben gestemd? Nou ja, kijk, ineens kunnen er dingen wel bij het CDA en VVD ook. En ik vraag me dus af van waarom kon dat in die 2 jaar niet? En ze hebben gewoon in de mangel van dat regeerakkoord gezeten. Maar de verkiezingsuitslag is natuurlijk wel duidelijk geweest en nu kunnen ze wel mee bewegen. En ik juich dat van harte toe, natuurlijk. CDA, VVD, ChristenUnie, die zullen zeggen, ja, Sigrid Kaag, we moeten toch iets doen met die verkiezingsuitslag. 17 zetels voor 1 mevrouw, superknap gedaan. Die allemaal zeggen, we moeten niet zo hard met die stikstof. Tegelijk zie ik allemaal berichten dat D66 er snoeihard ingaan. Die eigenlijk nog meer die loopgraaf ingaan. Dus dat wordt een padstelling. En dan wordt het armpje drukken. En dan is het Kaag eruit of Rutte eruit. Ja. Wie gaat er dan uit? Allebei. Even klikken.